We gaan in gesprek, in dialoog, zoals inmiddels die Utrechtse traditie steeds verder vorm krijgt. Vandaag krijgen wij les van de master over hoe je dat ook op andere manieren, die democratische vernieuwing, een plek zou kunnen geven. Ik wou eigenlijk even beginnen met jouw laatste stelling. Die gedachte van het is 1850 en er is toch wel een vraag dat als wij bewoners meer invloed willen geven, dat er twijfel zijn of ze dat wel kunnen. Ja, dat vond men over vrouwen toen ook. Ja, en is het meegevallen, denk je? Het is toch jammer dat het gebeurd is. Nee hoor, dat is een grapje. Nee, maar je ziet bij elke stap in een democratiseringsproces komen dezelfde argumenten terug. Toen men opperde of arbeiders en boeren wel konden gaan stemmen, was de vraag van oei, dit is het einde van de democratie. Nee, het was de verheviging van de democratie. Toen het ging over vrouwenstemrecht, jongerenstemrecht, migrantenstemrecht, bij elke fase van uitbreiding van democratische rechten komt de vraag naar boven van kunnen ze dit wel? En ik denk dat een bolletje kleuren naast iemand die capabel is, moeilijker is dan komen toelichten wat je eigenlijk bedoelt. Dus het lijkt mij alsof het verlenen van spreekrecht een makkelijker stap is dan het verlenen van stemrecht. Oké. Maar dus de strijd die we voeren is inderdaad een strijd voor de verderzetting. De democratische vernieuwingsstrijd die we nu voeren is voor mij een verderzetting van de strijd voor het algemeen stemrecht. Het gaat nu over algemeen spreekrecht. Het is niet omdat iedereen een stem heeft dat de samenleving automatisch democratisch is geworden. En ik denk dat we dus die strijd moeten verder zetten. We zitten 100 jaar later en democratie is nooit af. En dat is maar goed ook. En nu moeten we de volgende fase doorlopen, denk ik. Ik kreeg een vraag van Kerstin Steinhardt. Waar zit die? Kerstin, jij had hier een vraag over. Hoe komen al die mensen aan kennis? Kun je hem even toelichten? Ja, ik ben dus van de wijkraad Noordoost. En als je een panel instelt die ingelood is, die hebben ook kennis nodig. Hoe kunnen die kennis vergaren? En wat mij een beetje stoort bij de gemeente en bij andere overheden, is dat ze erg veel invloed krijgen van het bedrijfsleven, zeg maar. Ja. En er wordt veel gepusht. Nou, hoe kan je dat op een betere manier inrichten? Op dit ogenblik zie je dat het bedrijfsleven erg pusht. Was dat de opmerking? Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik denk dat het essentieel is bij deliberatieve democratie, lotingsdemocratie, overlegdemocratie, dat is dat je de mensen neutraal loodt, dat je ze daadwerkelijk samenbrengt, die online of offline, daar kan je nog over discussiëren, en dat er informatieverstrekking is. Je zou kunnen denken dat wat bijvoorbeeld bij Zwitserse referenda gebeurt, is geen deliberatieve democratie, is meer de klassieke directe democratie. Bij elk Zwitsers referendum gaat de overheid een informatiepakketje maken met de argumenten voor en tegen, ook met een advies vanuit de overheid. En ik denk dat die informatievergaring essentieel is. Kijk, loting bestaat nog in een aantal landen, niet in Nederland. Het bestaat in België, in Frankrijk, in Amerika, in Noorwegen. Maar dan niet in de wetgevende poot van de democratie, maar in de juridische poot. Wij hebben burgerjuries. Als ik een moord pleeg, word ik niet gevonnist door een beroepsrechter, maar door een burgerrechtbank. En die burgers, dat hele proces is eigenlijk een gedwongen proces waarbij die burgers blootgesteld worden aan informatie over die zaak. Daar wordt natuurlijk zeer mee gespeeld en gemanipuleerd. Er zijn enorme retorische belangen bij aanwezig. Ik denk dat de assisejuries interessant zijn ook om te leren hoe het niet moet. Maar bij de Belgische G1000, toen we 1000 mensen hadden geloot om samen te komen in Brussel, daarbij was de informatieverstrekking door hoogleraren over elk van de onderwerpen buitengewoon belangrijk. Dus je ziet daar wel in zekere zin dat mensen met technische expertise macht krijgen. Alleen krijgen ze macht die democratisch beter gecheckt is dan vandaag het geval is. Ik gaf net het voorbeeld van de hervorming van het Belgisch pensioenstelsel. Daar krijgen technische experten ook veel macht. Alleen wordt die macht niet getoetst door de stem van het volk. En ik weet, de hoogleraren die op de G1000 en daarna op de G32, dat was een voortzetting, hebben moeten spreken, die zeiden ons van, we zijn nog nooit zo stevig op de rooster gelegd geweest als door die geloten burgers. Dat was echt heel erg indrukwekkend. Dus die krijgen iets te zeggen, die krijgen het woord, maar het is niet het laatste woord. En technisch, hoe organiseer je het? Mensen worden, ten eerste zijn het de burgers zelf die beslissen welke experten ze nodig hadden. Wij hadden een vijver van experten die zich stand-by hielden, maar de burgers kozen wie ze nodig hadden. Die experten gaven vervolgens een toelichting.
burgers gingen terug in conclave en vroegen verder door op wat die toelichting was. Dus er was een soort dialoog tussen experten en geloten burgers. Het was niet een dictaat vanuit de technocratie. Ja. Dus dat maakt wel heel veel verschil. Ja, dat maakt heel veel verschil. Want daar was ook een vraag over van Maurice Verhaag. Wie zit die? Ja. Krijgt hem onder. Want jij vroeg je af, van, hoe zit het nou met dat recht en die vrijheid om hierover mee te praten, over dit soort dingen? Ik wil eigenlijk een eerste vraag stellen. Als mag goed. Ook, dat mag ook. We krijgen democratische legitimiteit middels verkiezingen. Daar krijgt de Raad legitimiteit van. Op het moment dat we deliberatieve besluitvormingsprocessen opstarten, dan genereert dat ook legitimiteit. Ja. En hoe verhouden die twee zich nou tot elkaar? Ja. Hoe kun je ermee omgaan? Kunnen die twee samen leven? Ja. Ik denk, legitimiteit is iets zeer merkwaardigs. Dat is een van de raarste dingen dat er is. Omdat dat niet mathematisch is. Dat is een soort, wordt een bepaalde procedure gedragen en gedeeld als gewettigd gezien door een samenleving. En dat is een hele fluïde categorie. Maar ik denk dat de legitimiteit van een deliberatief proces op dit ogenblik rustig naast dat van een representatief proces kan staan. En om eerlijk te zijn, ik zou als de dood zijn voor een Utrechtse gemeentelijk bestuur dat beslist om vanaf morgen alles met loting te gaan doen, dan zou ik toch liever geen Utrechtenaar zijn, denk ik. Dus ik denk dat het zeker de komende decennia nodig zal zijn om mengvormen te bedenken. En ik zou bijvoorbeeld kunnen denken, op nationaal, ik ga nu spreken over België, we zijn nu een regeerakkoord aan het opstellen. Dat gaat moeizaam, minder moeizaam dan een paar jaar geleden, maar moeizaam. Ik zou kunnen inbeelden dat een onderhandelaar van een regeerakkoord zeggen van die twee knooppunten, die zullen we gewoon niet in het regeerakkoord opnemen. We gaan bijvoorbeeld zeggen dat we, als het gaat om bijvoorbeeld de hervorming van het pensioenstelsel, dat gaan we nu doen via een deliberatief proces. Dus je zou binnen een regeerakkoord een aantal ramen open kunnen laten. En dat lijkt mij ook relevant. Het is toch raar, regeerakkoorden worden dikker en dikker. Er is een soort wantrouwen en alles moet eigenlijk al geregeld zijn. Kijk, een regeerakkoord in België in 1960, dat waren drie handgeschreven blaadjes op zondagmiddag na de verkiezingen. Dat was het letterlijk, zo staat het in de memoires van oud-premiers van België, van Gaston Heyskens. 3-4 handgeschreven blaadjes en dan maar rondbellen. En dan, vandaag is een regeerakkoord een soort encyclopedie. De tijden zijn onrustiger dan ooit. En toch lijken we te denken alsof in het begin van de legislatuur voor 4 jaar moeten vastleggen wat er moet gaan gebeuren. Dat klopt ergens niet. Dus je moet ergens een flexibeler instrument hebben. Dus ik denk dat het een goede volgende stap zou zijn voor een nationale regering of voor een gemeentelijke overheid om een aantal onderwerpen aan te geven of vrij te maken voor democratisch overleg. Zo zou ik het doen. En op langere termijn, ik maak nog één zin erbij, op langere termijn zou je kunnen komen naar een soort millenniumdoelstellingen. We hebben millenniumdoelstellingen voor Afrika, we hebben ze niet voor Utrecht. Dat is jammer. Je zou kunnen denken van welk Utrecht dromen Utrechtenaren in 2030, 2040? Een soort lange termijn doelstellingen. Misschien moeten we gewoon terug naar 5-jarenplannen. Klinkt een beetje leninistisch, maar dan niet de 5-jarenplannen die vanuit het Kremlin werden gedicteerd naar beneden, maar een soort 5-jarenplan waarbij je in overleg met de bevolking gaat opstellen van waar je naartoe wil als samenleving. Maar je had nog een vraag. Ja, niet een vraag, een aanvulling erop. Ik vind het heel grappig om te merken dat de oplossingen die u zojuist noemt, dat wij daar in een cafeetje ergens achter in Nijmegen op hetzelfde soort oplossingen komen. Ja. Ik ben benieuwd wat we zouden kunnen doen om gemeenteraden of besturen zover te krijgen, zeg maar, dat ze zich op een dergelijke manier gaan manifesteren. Ja. Nou, we hebben daar een concrete casus voor hier. Ja. Want het coalitieakkoord zoals het hier ligt biedt heel veel van dit soort ruimte. En een van de onderwerpen is de duurzame energie. Ja. En nou ligt er een plan om een energieplan met de stad op te stellen. Ja. Ik wou even het woord geven aan Willy Hilhorst. Willy, kan jij daar iets meer over vertellen? Ja, jij moet er vasthouden, hè? Dat zeg ik ook altijd, voorzitter. Ik moet er vanaf blijven. Het lijkt een beetje op wat Fiskin en Texas gedaan heeft, denk ik, wat wij hier voor ogen hebben. Het coalitieakkoord heeft gezegd, we willen naar de duurzame energievoorziening in de stad op de lange termijn. Geen 5-jarenplannen, maar langer misschien wel. Dus dat verre beeld wat jij net... Ik tutoieer, is dat een probleem? Dat is geen... U mag mij tutoieren. Oh, doe ik dat graag. Wederzijds uiteraard.
dat lange termijn die we voor ogen hebben, 2030, 2040, om de energievoorziening duurzaam te maken in de stad. En ook bedacht om dat met loten en met 150, 200 burgers, inwoners, ja, zeg ik liever te doen, want er zitten ook, ja, ondernemers tussen, er zitten ook ambtenaren bij, zoals ik die in Utrecht woont. Ja. En een van de vragen was, hoe kunnen we die kennis op goede manier zo maken dat er gelijkwaardig speelveld ontstaat? Ja. Heb je al wat over gezegd? En wat ik boeiend vond, laat de burgers zelf hun eigen experts kiezen. Ja. Zo hadden wij er nog niet over gedacht, maar dat vind ik een mooie toevoeging. Even zien hoor. Dus het idee is om inderdaad met die 150 geloten inwoners, ja, te komen tot een plan. Ja. Nou, ik heb er eigenlijk twee vragen bij. Want één heb je al beantwoord over de expertrol en gelijkwaardig speelveld creëren tussen de inwoners. Want zo noem ik dat maar. Is dat die betrokkenheid van bewoners. Ik ben het niet echt letterlijk, maar ben zzp'er. Ja, ik moet er wel kunnen komen. Ja. Een term van vergoedingen. Dat is een van de discussies die bij ons speelt. Wat, ja, doe je ermee dat mensen ook feitelijk kunnen? Dus als ik een baan heb en ik moet vrijnemen, gaan me dat geld kosten, ben ik dan gelijkwaardig aan tafel iemand die gewoon als, nou, op een andere manier kan organiseren. Dus ik heb een vraag over vergoeding, of dat een, ja, belangrijke rol speelt om die mensen meer mogelijkheden te bieden om deel te kunnen nemen. Het, ja, gaat om het kunnen deelnemen, wat mij, ja, betreft. En een andere rol die Maurits ook vraagt, hoe kun je nou als bestuur, en dat vind ik echt een dilemma, enerzijds het speelveld vooraf misschien formuleren, omdat anders wordt het luchtfietserij. En anderzijds ook dat je zegt, van ja, ik kan ook een gereden besluit nemen op het eind vanuit de uitkomst. Hoe kan ik die echt met vertrouwen tegemoet zien dat ik ook daar eigenlijk bijna op voorhand, niet naïef natuurlijk, ja tegen kan zeggen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Twee hele belangrijke vragen, denk ik. Hoe realiseer je de plug-in? Wat wij bij de G1000 de plug-in noemen. Dus zorgen dat wat je kan met een burgerinitiatief zulke mooie resultaten bereiken. Dat is inmiddels overal ongeveer wel aangetoond. Heel verstandige, lange termijn beslissingen die het algemene goed dienen, kan je eigenlijk zeer goed bereiken. Maar hoe krijg je het gerealiseerd? Hoe zorg je ervoor dat het politiek vertaald wordt? Dat is ook een vraag waar wij met de G1000 in België mee te maken hebben gehad. En voor ons was het toen belangrijk om rond die ronde tafels in Brussel 10 burgers te zetten, 10 geloten burgers met een gespreksleider. En op het eind van de dag mochten politici, de 7 voorzitters van de Belgische parlementen, we hebben 7 parlementen, dit terzijde, maar die 7 voorzitters hebben toen de aanbeveling van de G1000 in ontvangst genomen, met grote belangstelling, en er is uiteraard niets mee gebeurd. En dus, terwijl die mensen oprecht geïnteresseerd waren. En de vraag is nu, hoe zorg je ervoor dat het daadwerkelijk politiek wordt vertaald? Vaak elders zie je dat de resultaten van een burgerinitiatief nog naar het parlement moeten, of nog naar de regering moeten, of God beter nog langs een referendum moeten. Je ziet hoe we aan het zoeken zijn. Hè? In Canada, de eerste 2003, 2004, 2007, burgerinitiatief bedenkt een geweldig nieuw kiesstelsel. Mensen hebben over nagedacht. En dan uiteindelijk moet het opnieuw naar een referendum, want ook een soort opiniepeiling is van mensen die wie je vraagt wat ze denken zonder te hebben kunnen denken. En ik vind dat de G1000 in Amersfoort, die door Harm van Dijk is georganiseerd geworden in navolging van de Belgische G1000, heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet door aan de ronde tafels in Amersfoort niet alleen 10 geloten burgers te zetten. Er waren 6 geloten burgers per tafel, plus een ambtenaar, plus een verkozen politicus, plus een ondernemer, plus een kunstenaar. Over die 2 laatste categorieën kan je discussiëren. Maar ik denk dat het zeer belangrijk was dat daar bewinds- en beleidsverantwoordelijken bij waren. Want ik snap zeer goed waarom het wij destijds zonder politici hebben willen doen. Als de politici het zonder ons doen, dan doen wij het zonder de politici. Dat is een zeer normale reactie, maar het was een domme reactie van ons, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, er zit een soort wantrouwen aan beide zijden. Er zit een structureel wantrouwen van degene van de bestuurden jegens de bestuurders. Maar er is ook wantrouwen van bestuurders jegens de bestuurders. Dat is misschien nog groter. De overheid wantrouwt de burgers nog veel meer dan dat de burgers de overheid wantrouwen. En de beste manier om dat wantrouwen te doorbreken, is ze met elkaar in gesprek te brengen. En in Amersfoort, ik was er toen, en ik heb toen een aantal mensen geïnterviewd die ambtenaar en raadslid waren. En die zeiden mij, ik had gedacht dat we tot aan de eerste koffiepauze wel met drek overladen zouden worden. Van, wij zijn natuurlijk wij zijn de boema, wij zijn degene die het blijkbaar nooit goed kunnen doen, enzovoort. En tot onze verbazing was het vanaf de eerste minuut een gesprek onder volwassenen. Ik vond dat ongelooflijk. Dus ik denk, het mee in het bad trekken van wie nu macht heeft, wie heeft er nu macht, wat ik er nog bij zou nemen, is journalisten.
De belangrijkste tegenstanders van nieuwe vormen van democratie zijn op dit ogenblik politieke partijen en massamedia. En ik zou die kunstenaar aan die tafel, ik zeg het zelf als kunstenaar, ik ben kunstenaar, ik vind niet dat ik meer recht heb om geloot te worden of om mee te doen als kunstenaar, maar ik zou wel media aan tafel zetten. Want het is, er komt veel oppositie jegens overlegdemocratie vanuit media. Dus ik zou aan elk van die tafels ook een journalist zetten. Want ik heb er rondgelopen, op de G1000 in Amersfoort heb ik er rondgelopen. Ik was toen op stap met een team van de VPRO. En ik heb dus voor het eerst zo'n proces gezien, zoals een journalist dat ziet. Maar dat is gewoon saai. Burgers die rustig met elkaar babbelen. En je mag niet gaan luisteren, want dat verkleurt het proces. En je mag... Bij ons op de G1000, we hadden 200 journalisten van Al Jazeera tot Euronews. En die mochten van achter in de zaal staan. En die mochten zo wat tussendoor lopen in de koffiepauzes. Mochten ze wat vragen stellen. Maar ja, dan snap je de mensen niet mee zijn. Dus ook, ik heb ook veel geleerd uit de Belgische G1000. Ik zou nu zeggen, politici die op het einde komen, journalisten die van achter komen gewoon mee aan tafel zitten. Ja. Dus ook echt gewoon een rol en een stem geven. Ja, ik denk het wel. Over die rol van de raad, er waren een paar mensen die daar vragen over hadden. Maar ik moet nog even kort, als nog heel kort die ideale vraag. Zijn vergoedingen belangrijk om mensen op de wereld... Vergoeding. Ja, zeer belangrijk. Vergoeding is belangrijk. Ja, waarom? Als ga ik het invullen, maar waarom? Omdat, wil jouw motief weten, zeg maar. Omdat voor een aantal, het zal verschil maken in de samenstelling van uw panel. Je wil ook laaggeschoolden in uw panel hebben. Je wil mensen hebben die minder verdienen. En het kan echt een belangrijke incentive zijn... Men doet het ook, kijk, als bedrijven, als car-autobedrijven testritten willen laten doen met hun auto's, dan maken ze een panel van burgers die ermee gaan rijden en ze krijgen allemaal €200 om met die nieuwe auto te gaan testen. Het dilemma, mag nog, Mark? Sorry, ja, nog dilemma, één. Want er zit natuurlijk voor onze stad, zeg maar. Ja. We hebben inspraakbijeenkomsten. Moet je dan die burgers ook gaan betalen die daar komen inspreken op mijn... herinrichting van mijn straat of dat plan van de bouwer die voor mijn deur plaatsvindt? Het probleem is dat inspraakavonden vaak ongelukkige vormen van participatieve democratie zijn. Omdat je daar de mensen hebt die al diploma's hebben en die die €50 niet nodig hebben. Ja, want dit raakt even heel erg ook aan de vraag die Bart Andriessen mij mailde. Bart, waar zit je? Kan jij die nog even stellen? Ja, even door op wat Willy zei. Hoe krijg je de mensen aan tafel? We merken natuurlijk in onze ervaringen, we willen ruimte geven aan initiatieven. Ja. We merken in de stad dat initiatieven niet gelijk over de stad verspreid zijn. Ja. Sommige mensen zijn initiatiefrijker dan anderen. En even los van onwil of onkunde, dat wil ik buiten beschouwing laten, maar de mensen kunnen geen tijd hebben of geen zin. Ja. En dan kan het zijn dat een materiële vergoeding alleen niet voldoende is. Ja. Dus de vraag is, wat kunnen we nog bedenken om te zorgen dat de geloten mensen ook aan tafel zitten en deelnemen aan het gesprek? En niet alleen maar die middelbare, hoogopgeleide man zijn. Die je net bedoelde, die toch wel komt. Ja, ik denk dat je bij allerlei nieuwe vormen van democratie moet opletten dat je niet alleen werkt met wat wij bij de G1000 noemden professionele burgers. Die heb je. Die heb je in elke stad, in elke straat en we kennen ze allemaal. En we moeten ook opletten dat we het kind met het badwater niet weggooien. Het mooiste van deze representatieve democratie, die ik daarnet zo fel heb bekritiseerd, is dat het iedereen dezelfde macht verleent. Namelijk, iedereen mag dat ene bolletje kleuren. En dat is daar sterk aan. Dus daar hebben we 2 eeuwen over gedaan, van het zijnskiesrecht tot nu. We moeten opletten dat we met een nieuwe vorm van democratie niet de fouten van 2 eeuwen geleden herhalen, met een soort nieuwe soort zijns... lotingsrecht. Daar moeten we voor opletten. Hier in Utrecht, nota bene, hebben onderzoekers als Ankrit Wille en Mark Bovens gewaarschuwd voor de gevaren van een diploma-democratie. De deliberatieve democratie moet zeer opletten dat het geen diploma of geen verheviging wordt van de diploma-democratie. De belangrijkste maatschappelijke breuklijn in Nederland, in België, in grote delen van Frankrijk vandaag, is die tussen hoog en laag opgeleide. Het is misschien wel de belangrijkste sociale breuklijn in heel Europa. Niet langer tussen werknemers en werkgevers, niet langer tussen socialisten of christenen of liberalen, niet langer wellicht tussen autochtonen en allochtonen, maar tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde. Ik heb in mijn boek Pleidooi voor populisme opgesomd
hoe verschillend de universa zijn waarin hooggeschoolde en laaggeschoolde wonen, leven, denken. En dus als we gaan werken met deliberatieve democratie, moeten we ervoor zorgen dat het niet het speeltje wordt van de hooggeschoolde. Nou, hoe kun je dat doen? Ik denk dat het bezoldiging, vergoeding, kan echt een verschil maken. Dat is ook empirisch aangetoond, dat scheelt. Fishkin in Amerika, in Texas, kreeg zijn panel divers door te gaan vertellen dat er televisieploegen zouden zijn. Misschien had dat te maken met de ijdelheid van de doorsnee Amerikaan of doorsnee Texaan, maar dat heeft een aantal mensen over de streep getrokken. En kijk, bij lage scholen is het verlangen naar zichtbaarheid misschien niet onbelangrijk als categorie. Dus dat kan meespelen, van je wordt gevaloriseerd als individu. Het is vooral dat gevoel. En ik denk het valoriseren van mensen, van je, wat je daar komt doen is relevant. Je komt op tv en er wordt ook echt iets gedaan met je. Dat lijkt mij zeer belangrijk. Heel duidelijk op voorhand aangeven wat de bedoeling is van het proces. Is het alleen maar om te freewheelen? Dat is prima. Maar zeg het dan ook op voorhand, van het is ter inspiratie. Of gaat het echt verder in de richting van co-creatie? Zeg het dan ook. Maar ik denk het slechtste wat een overheid kan doen, is zoals de Antwerpse overheid heeft gedaan met een referendum over het sluiten van de Antwerpse ring. Wordt het een tunnel, wordt het een brug? Er is een referendum geweest en de overheid heeft anders beslist dan het referendum. Als je het vertrouwensband duurzaam wil verpesten, moet je vooral participatieve processen opstellen waar geen rekening mee wordt gehouden. Ja. Maar op voorhand duidelijk communiceren wat de bedoeling is en er ook naar handelen lijkt mij vrij essentieel. Er zijn verschillende vragen kwamen er af over of bewoners hier nog wel zin in hebben. Een van die vragen kwam van Ruud Vieren. Ja, Ruud, kan jij dat even toelichten? Wacht even, nog heel even op je microfoon. Dan komt Carina nog mee aan. Ik ben Ruud Vieren, niet uit Utrecht, maar uit Amsterdam. Daar ben ik een van de initiatiefnemers van een burgertop aldaar, die we volgend voorjaar willen houden. Afgelopen zaterdag waren we bijeen in Amsterdam-Noord. En Amsterdam-Noord is nog een van die, zou ik zeggen, autochtone kernen in de stad. En we gingen het plein op om ons initiatief met de mensen te delen. En eigenlijk stuk voor stuk was de reactie van de mensen, toen ze hoorden dat het iets met politiek te maken had. Politiek, gatsie, nee. Hmm. Eigenlijk is politiek gewoon een vies woord. En dan kun je voorstellen, als je inderdaad die diversiteit wil hebben op je burgertop, dat lijkt me echt een voorwaarde. Ja. De moeite die het kost om daar serieus mee bezig te zijn, dat je nog een hele stap hebt te maken om mensen echt erbij betrokken te krijgen. Om ze in het hele proces mee te kunnen nemen. Dus dat is, lijkt mij, de belangrijkste uitdaging. Ja. Van hoe krijg je mensen die zo de politiek de rug hebben toegekeerd. Eigenlijk alles wat politiek uitademt, vies en voos vinden, hoe krijg je die bij iets betrokken? Ja. Ja, want politiek zit in kleine dingen. En om dat gevoel weer bij ze mee te geven. Je hoeft het woord politiek niet te gebruiken. Maar dat is toch zo. Het woord politiek is zo negatief beladen dat het gaat over dromen. Of van welke samenleving droom je? En van welke samenleving dromen wij als samenleving? En kunnen we daar op een rustige manier over praten? Dus woordenschat is belangrijk, maar niet alleen. Ik denk, kijk, bij onze G1000 was die recrutering moeilijkste methodologische vraagstuk dat we moesten behandelen. En daar was er een discussie van, gaan we mensen zichzelf laten aanmelden en loden we dan eruit, of zullen we puur loten? We hebben gekozen voor puur loten op 4 variabelen. Het was taal, we zijn een drietalig land, taal, geslacht, leeftijd, provincie. Natuurlijk heb je dan, die hebben we ook gehaald. Dus wat dat betreft waren de emmertjes evenredig verdeeld zoals het volgens de nationale samenstelling ging, waar we een representatieve steekproef. Maar toen we gingen kijken naar opleidingsniveau en tewerkstelling, dan zie je natuurlijk dat je minder laaggeschoolde arbeiders hebt dan wanneer je ze dan de samenleving zou willen. Het punt is alleen, dat is waar, het is moeilijk om perfecte representatie te krijgen. Een perfecte representatieve steekproef van een land samenbrengen, dat is nog nooit gebeurd. Hè. Dat is van zodra je 1000 mensen loopt en 1 iemand komt niet af, ben je al niet meer representatief, statistisch gesproken.
De vraag is niet alleen, kan je een perfecte representatie krijgen, maar is die representatiever dan wat vandaag op een inspraakavond komt of wat vandaag in het parlement zit. En dus we moeten niet proberen een perfecte democratie te maken, we moeten proberen een democratie te maken die rijker is dan wat we vandaag hebben. En ik denk dat je een representatie kan krijgen. En dus wij met de G1000 hebben van onze 1000 mensen er 100 niet geloot. Omdat we een aantal, waarom? Omdat onze lotingsprocedure ging via een telefonische opbellen 's avonds. Niet iedereen heeft een telefoon. De G1000 was totaal niet bekend. Wij spraken niet met gezag van een overheid. Wij hadden ook geen budgetten die een overheid zou kunnen vrijmaken daarvoor. En dus we zagen dat op die telefonische enquêtes een bias zat bij wie ja zei en wie niet ja zei. En de laatste 100 plaatsen hebben wij ingevuld via het middenveld. Dus we hebben ons eigen principe van loting aangevuld door organisaties van kansarmen, daklozen, laaggeschoolden, migrantenverenigingen. De zeer moeilijk bereikbare groepen hebben we op die manier bereikt. Dat is eigenlijk ad hoc. Methodologisch gesproken is dat zelfs betwistbaar. Maar het viel ons op dat het wel in gesprekken over de G1000 de legitimiteit verhoogde. En we hebben op een bepaald moment gezegd van het gaat misschien niet zozeer om volmaakte representativiteit, het gaat om zo maximaal mogelijke diversiteit. En dat is van belang gebleken, denk ik. En die diversiteit, kan je nog in Amersfoort, het was lokaal, dat scheelt, de reistijden zijn korter. In de Belgische G1000 zijn er mensen om 4 uur 's ochtends moeten opstaan, omdat ze diep vanuit bij de grens met Luxemburg zijn moeten komen, met paard en kar tot aan het station. Dus dat speelt mee, die reistijden spelen voor. Wij hadden treintickets op voorhand opgestuurd met de post. Dat zorgt ervoor dat mensen makkelijker gaan afkomen. De verplaatsing makkelijker maken. Daarom is het lokale niveau interessant. In Amersfoort was het lokaal niveau. Responsratio was vele malen hoger. Er zijn 6000 brieven vertrokken, geen telefoonoproepen. Maar 6000 brieven hebben 600 mensen ja gezegd. Maar goed, de reistijden waren redelijk kort. En het waren brieven, geen telefoontjes. En het waren brieven ondertekend door de burgemeester. Nou, dat zijn allemaal manieren om die responsratio te gaan verhogen. Okay. Dus ze krijgen hier allemaal hele handige tips mee. Ik neem aan dat allemaal mensen nu druk aan het schrijven zijn, hoe we dat in Utrecht kunnen gaan doen. Nou is het zeker niet zo dat er gebrek aan motivatie is, want er zijn echt mensen die staan te popelen om eindelijk invloed te hebben en eindelijk hun kennis en ervaring mee te kunnen geven. En een van die mensen die mailde is Christel Terwiel. Waar zit Christel? Daar. Christel, vertel eens, want jij hebt een thema wat jou heel erg aan het hart gaat, daar heb je verstand van en jij wil in die discours. Kun je iets meer vertellen daarover? Moet ik gaan staan trouwens? Ja, graag. Okay. Ja. De vraag die ik gesteld heb kwam eigenlijk voort. Ik ben het gewoon zeg maar één op één eens met je standpunt dat het moet richting loting gaan. Dat is voor mij. Maar mijn belangrijkste vraag is eigenlijk van wie komen er in de ballenbak te zitten waaruit getrokken gaat worden. En ik heb zelf het idee. Mijn eigen betrokkenheid bij alles wat met partijpolitiek te maken heeft, in ieder geval is diep onder het vriespunt gezakt in de loop van de jaren. Parallel eigenlijk aan mijn betrokkenheid bij het thema, in mijn geval is dat zorg en welzijn. Ik ben bezig met de oprichting van een buurtcoöperatie in Utrecht Noordoost. En ik heb inderdaad het idee dat de organisatie, de nieuwe organisatie van de democratie, dat die zou moeten lopen via thema's, grote maatschappelijke thema's die natuurlijk afgebakend moeten worden. En ik vraag me af eigenlijk wat daar jouw standpunt over is, David. De ballenbak. Wie zitten er in de ballenbak? Ja, ik denk dat is een belangrijke politieke keuze. Dat is een keuze vergelijkbaar met wie heeft er stemrecht. En ik denk het basisprincipe moet zijn de gelijke verdeling van politieke kansen. Dat is eigenlijk het filosofische basis waar het allemaal op rust. En je zou kunnen zeggen dat een overheid ervoor kiest iedereen in de ballenbak te stoppen die vandaag al stemrecht heeft. Daar zou ik op zelf voor pleiten. Met de G1000 in België hebben wij het nog breder geformuleerd. Het was iedereen die in België woonachtig was. Dus ook mensen die geen stemrecht hadden, bijvoorbeeld nieuwkomers, migranten die niet genaturaliseerd zijn, of Europeanen die geen gemeentelijk stemrecht hadden. Dat is een politieke keuze. En je zou ook kunnen kijken naar hoe gaan landen
met assisen jury om? Welke criteria? Ik ken de Belgische wet op de assisen jury. Daar worden de criteria opgesomd. Dus een burgemeester van een Belgische gemeente gaat in januari een aantal namen loten voor het geval er een assise jury moet samengesteld worden. Je moet een bepaalde leeftijd hebben. Je moet kunnen lezen en schrijven, bijvoorbeeld, speelt mee. Je mag geen familie zijn van een van de verdachten, maar dat lijkt me hier niet van belang. Je kan wel een aantal uitsluitende criteria hebben. Ik denk kunnen rekenen lijkt me van belang, omdat zeker als het gaat over participatieve budgetten, dat is een vorm van participatie die aan het opkomen is in Latijns-Amerika, maar inmiddels zelfs in Antwerpen bestaat. Dus ik denk dat daar minimale vaardigheden van, je moet een tabel toch een beetje kunnen lezen, je moet geen wiskundig mathematisch wonder zijn die de Fields Medal heeft gewonnen, maar toch een beetje kunnen met cijfers omgaan. Ja, je kan een aantal voorwaarden opstellen. Als het nou gaat om grote thema's, hè? Ja. Net het energieplan of de transitie jeugdzorg, waar jij je druk mee bezig bent. Is ook nog die betrokkenheid bij dat thema nou een pre? Of dat je er verstand van hebt of actief bent in dat veld? Of zeg je juist, nee, ga nou met die gewone burgers die er helemaal geen inhoudelijke link mee hebben aan de slag? In mijn boek vertel ik over het werk van Terrell Borisius, dat is een Amerikaans onderzoeker, oud-politieker, die ook erg voorstander van loting is. En hij pleit ervoor om niet alles met één geloot orgaan te doen, maar met een viertal. En hij combineert, het is een beetje te technisch om het nu uit te leggen, maar hij pleit ervoor om in één gremium iedereen die betrokken is bij de materie zijn zeg te laten doen, input te laten leveren. Maar uiteindelijk besluit, dat is het vierde gremium, wordt samengesteld door mensen die niet particulier betrokken zijn bij het onderwerp. Dus ik denk, je moet zoeken naar een soort combinatie van... Het is een moeilijke oefening. Hè. Je wilt iedereen aan het woord laten, maar je wilt ook bestaande expertise niet missen. En dus hij heeft daar een zeer elegante oplossing voor bedacht. Ik heb die jonge lui in Rome toch kunnen overtuigen met dat schema in detail uit te leggen. Nou, dat is al heel knap. Want het was ook een vraag van Caroline Sarolea. Die zat ook een beetje met dat bi-representatieve model. Kan je daar nog iets over toelichten? Nou, er zijn eigenlijk al heel veel antwoorden gegeven op mijn vragen. Maar ik dacht, ja, er zit zoveel wijsheid in uw verhaal. En hoe vertalen we dat nou naar de praktijk? Ja. En we zitten hier in de gemeente Utrecht, hè, met de gemeenteraad, met een college. En wat zou nou de eerste stap volgens u moeten zijn als hier de gemeente Utrecht zegt, we willen hier iets mee? Hoe ga je dit nou integreren? Hè, want je hebt de volksvertegenwoordiging die gekozen is. Ja. U zegt ook, een bi-representatief model van... Mensen die geloot zijn, die kan je weer onderverdelen in twee categorieën. En mensen die vrijwillig meedoen. Ja. En mensen die misschien toch zich aangeven of aanmelden en dan geloot worden. Ja. Mm-hmm. Maar hoe gaat dat naast elkaar bestaan? Ja. En waar gaat het wringen? Ja. Help ons. Hoe gaan we dat in Utrecht doen? Wel, het is inderdaad, dat is nu de grote uitdaging van deliberatieve democratie. Dat stelsel bestaat nu een dertigtal jaar. Er is heel veel academisch onderzoek gedaan. Er zijn inmiddels ook honderden vormen van burgerinspraak gerealiseerd. Er is die website participedia.net. Daar moet je zeker naar kijken. Daar staat wereldwijd wat er allemaal gebeurt. Dat is erg hoopgevend en bemoedigend. In bange momenten van democratische vernieuwing moet je toch even terug naar die website kijken om je batterijen terug op te laden. Maar ik denk het in vroeg stadium betrekken. Ik zei daarnet, ik gaf het voorbeeld van dat beslissingsproces waarbij de overheid hier beslist en de burger mag op de voorlaatste dag ja komen zeggen. We moeten zorgen dat we niet hetzelfde doen met politici nu. Van dat we een heel lang mooi proces uitzetten en dan op het einde moeten politici meedoen, maar ze moeten wel meedoen zoals wij het willen. Ik zou denken dat het de lessen van Veurne, die ik maar dan... De bereidheid om in een vroeg stadium te gaan praten met degene in wie je niet veel vertrouwen nog stelde. Ik denk dat als je daar heel vroeg mee begint, dat je heel veel goodwill creëert. Dus trouwens, er zitten hier politici vandaag. Wat is de eerste stap? Ik denk dat Utrecht ver staat. Ik denk dat jullie aan de tiende stap zitten. Ik bedoel, het feit dat zo'n dag als vandaag doorgaat. Ik ga straks gaan praten met de mensen van het college ook. Mocht ik dat zeggen? Ja, zeker. Ja, okay. En... Hoe geheime achterkamertjes politiek hier. Daar doen wij in Utrecht niet meer aan, toch? Ik ben voor de transparantie, dus wat dat betreft weinig, niks in de handen, niks in de mouwen. Maar eigenlijk is het jammer dat ik het moet gaan vertellen. Het zou geweldig zijn mochten die mensen hier kunnen bijzetten, of dat het de stem van dit gremium daar zou kunnen weer klinken.
Maar het is gewoon aan het gebeuren. En ik denk dat het voor een overheid interessant zou zijn om op één onderwerp eens te gaan proberen. En misschien nog vrij voorlopig. Ik moet niet meer overtuigd worden van het feit dat burgers het kunnen. Ik ben, en ik ben het ook beu om nog eens experimenten te gaan doen. Dit bestaat 20, 30 jaar. Soms kunnen experimenten ook een vorm van onwil zijn. Van we gaan het nog een beetje rekken en ondertussen is het pappen en nat houden. Maar als het nodig is om mensen over de streep te trekken, om die koudwatervrees weg te nemen, laat men dan één onderwerp nemen wat politiek misschien niet zo belangrijk is, of zo belangrijk is dat ze er onderling niet uit geraken. En dan zou je kunnen zeggen van ja, doet het misschien voorlopig nog maar in de versie van half droog zwemmen met zwemvliezen aan, zoiets. Maar je kan niet blijven droog zwemmen. Ik ben het droog zwemmen wel een beetje beu. En ik vind het interessant om te zien. Kijk, in Antwerpen gaat nu 10% van zijn districtsbudget gaat nu via participatieve budgeting gaan besteden. Dat vind ik interessant. Dat is boter bij de vis. 10% is niet zo heel veel. Het gaat over een bedrag van 1 miljoen euro. Dat is niet zo heel veel. Maar het is wel van belang. En ik denk dat de belangrijkste, de volgende stap is het overtuigen van politici zelf. En ik merk wat dat betreft dat alle doemdenken over politieke onwil niet hoeft. Ik merk politici die overtuigd geraken, die enthousiast zijn. En het zijn vaak jonge politici of politici die eigenlijk al een beetje naast hun carrière staan. Ik zag gisteren Job Cohen, iemand die eigenlijk heeft gemerkt wat verkiezingen doen met politiek talent. Als burgemeester van Amsterdam zijn gloriedagen kent en vervolgens moest hij het onnozel spelletje in de media gaan spelen en heeft dat niet goed gedaan en heeft gezien dat politiek ook meer is dan alleen maar verkiezingen winnen. En op dit ogenblik wordt deze maand Torbekke hoogleraar in Leiden en hij wil gaan werken rond nieuwe vormen van democratie. En ik vind het hoopgevend dat jonge politici en veteranen uit de politiek elkaar vinden wat dat betreft. En in België bijvoorbeeld is er veel weerstand vanuit politieke partijen en je ziet nu mondjesmaat politieke partijen die met hun leden gaan werken rond loting. Ik vind dat heel goed. Allee, dat is mijn zwemvliezen en vier zwembandjes aan, even de teennagel in het water stoppen. Maar ze doen het toch maar. Ja. Er zijn verschillende vragen gesteld over die rol van die politieke partijen. Een van die vragen was van Gerard Katz. Waar zit Gerard? Ja? Jij maakt je zorgen. Ja, eigenlijk was mijn vraag min of meer van hoe ga je naar Van Klein, 1000 mensen bij Texas, die samen kiezen voor laten wat duurzamer gaan denken, naar hoe komen er windmolens in Texas? Ja. Hoe lukt het om een coalitie te vormen vanuit die 100.000 mensen die geloofd zijn, tot tenslotte een landsbestuur? Ja, dat is ja, dat. Zonder dat je in dat politieke gekonkel blijft hangen, wat daar dan vaak achter zit. Eigenlijk puur rechtsfilosofisch gesproken zou de uitkomst van een burgerpanel kracht van wet moeten hebben. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Het koudwatervrees is echt nog veel te groot daarvoor. Maar in België, kijk, of in Amerika met een uitspraak van een assisejury, die 12 gezworenen, hebben gesproken namens de samenleving als geheel. En ik kan mij in mijn leven maar één keer herinneren dat er in België ontevredenheid was. Het was na de fameuze parachutemoord. Misschien is dat ook in Nederland doorgedrongen. Enfin, iemand die met een parachute was gesprongen, maar die was gesaboteerd. Ik dacht dat in goede tijden slechte tijden was. Nee. Maar... is het niet doorgedrongen, dit verhaal? Nee, goed. Ja. En daar was de jury tot de bevinding gekomen dat de hoofdverdachte inderdaad schuldig was. En toen is er een kleine betoging geweest de dag na het arrest. En dat is de enige keer dat ik mij kan herinneren dat er dus geen protest was tegen wat geloten hadden gedaan. Maar je zou kunnen zeggen, in het legislatieve domein zou je het ook kunnen doen. Wat een burgerpanel beslist, is gewoon gaat gebeuren. En daar kan de rest van de samenleving vrede mee hebben, omdat die vroeg of laat ook geloot worden om mee te doen. En dus ik denk een van de belangrijke manieren om de legitimiteit of de perceptie van legitimiteit te vergroten, is rotatie. En dat is de rotatie, namelijk het vrij frequent gaan gebruiken van loting, is belangrijk om het draagvlak te vergroten. En op dit ogenblik zie je eenmaal hele piecemeal
experimentjes van we gaan het eens proberen, En dat verklaart ook een deel van de weerstand, omdat mensen denken, ja, het is eenmalig en ik zat er niet bij. Dus loting, zeg je eigenlijk, werkt alleen als je het vaker gaat doen. Nee, maar daarom was ook in het oude Athene loting, de groep, de ballenbak was vrij klein, het waren alleen Atheense burgers, waar veel mensen, vrouwen waren, werden niet als burgers beschouwd. En, maar degenen die in de ballenbak zaten, hadden veel kans om ooit, 70% van de Atheense mannen heeft ooit een jaar lang gediend. Dat is ongeveer 70%. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft ooit in de gemeenteraad beland? Ik hoorde vrijdag in Rome dat op dit moment, ik weet niet, jullie kennen de cijfers beter dan ik, maar dat er wellicht evenveel kandidaten zijn als plaatsen bij gemeenteraadsverkiezingen. Is dit waar? Nee, dat kan niet helemaal, maar er zit wel iets in dit verhaal volgens mij waar mensen van denken, oké, ja. Maar er is, weet je, kijk, als dit de vijver is van de samenleving, waaruit we de vertegenwoordigers moeten kiezen. In Nederland zijn nog 2,5% lid van een politieke partij. Mm-hmm. En van die 2,5%, dit is de vijver, 2,5%, van die 2,5% is minder dan de helft actief. Van die minder dan die helft actieve gaan er zich een paar kandidaat stellen bij verkiezingen en een paar worden verkozen. Dat noemen we representatieve democratie. Mm-hmm. Dus het kan dan geen kwaad om de vijver wat breder te zetten. Zeker. Die hele rol van die politieke partijen, hè, daar had Evert ook een vraag over. Want jij vroeg je ook af, moeten we dat nou wel of niet met die politieke partijen doen? Kan je dat even toelichten? We komen nog even met de microfoon naar je toe. Ik had een vraag. U heeft namelijk ook verteld over betaalde burgers die ongeveer landelijk 3 jaar termijn hadden. Ja. Dan vroeg ik me af, die mochten ook dingen op de agenda zetten, wetsvoorstellen, schrijven. Hoe moeten ze dat doen als ze uit allemaal losse burgers bestaan, om het toch zo te zeggen? Want het zijn geen netwerkers, het blijven gewone burgers. Ja. En loop je dan niet het risico dat het volledig vastloopt? Omdat dan één iemand iets indient en dan ben je dan weer een hele tijd mee bezig. Ja, dankjewel. Ik stel vast, het is misschien omdat ik Belg ben, maar ik stel vast dat het net vastloopt omdat we met politieke partijen werken. Wij in België hebben 1,5 jaar geen regering gehad, omdat die politieke partijen zo bang waren voor de volgende verkiezingen. Dus het vechten om een regering te vormen heeft voor die blokkade gezorgd. En dan zou je met geloten burgers niet de kans hebben dat het ook vastloopt, dat is jouw vraag. Heb je niet ergens structuren nodig zoals politieke partijen? Bij de G32, ons burgerpanel met 32 burgers, is het op een bepaald moment vastgelopen. Het was een burgerpanel, had opvallend veel laaggeschoolden erbij. Het was heel erg divers en het was heel erg moeilijk. Ze hebben ook echt ruzie gemaakt. Er is zelfs iemand weggelopen, die is teruggekeerd met hangende pootjes en die werd ook terug in de groep opgenomen. Het is niet dat alle mensen elkaar tot tranen toe in de armen vallen omdat ze nu plotseling bevrijd zijn van politieke partijen en eindelijk verstandige beslissingen kunnen nemen. Ze hebben ruzie gemaakt, maar ze hebben uiteindelijk wel zijn ze tot beslissingen gekomen. En het strafste van al is, de G32 is al een jaar voorbij en af en toe gaan ze nog een weekendje samen naar de Ardennen. Dat klinkt ook knus. En daar zit dus, maar dat zegt, daar zit dus een bruggepensioneerde vrachtwagenchauffeur uit Gent bij, naast een Franstalige kleuterleidster uit Namen en naast een kassière uit de Oostkantons, de Duitsstalige Oostkantons. En die gaan dan, dus wij als G-Duin hebben er niets mee te maken, die vragen van, David, kom toch even langs, het wordt gezellig. Dus dat is ongelooflijk. Dus, en daar, ik denk dat je politieke partijen nog voor een stuk nodig hebt om zo het bundelen van een aantal ideeën, het formuleren van een aantal eisen, het vormen van een soort ideologisch gedachtegoed, ja. Maar om heel eerlijk te zijn, Evert, ik weet niet goed wat de lange termijn toekomst is van politieke partijen. Ik denk dat ze de komende 50 jaar nog zeker zullen bestaan. Maar onze democratie is ook begonnen zonder partijen. Hè? Verkiezingen zijn ouder dan politieke partijen. En politieke partijen zijn belangrijker en belangrijker geworden. In België zijn ze zelfs belangrijker geworden dan parlementen en regeringen. Mm-hmm. België wordt eigenlijk, de hele staatshervorming van België is bedisseld door 8 voorzitters van VZW's. De partijvoorzitters. Ja. En de vraag is, hoe lang kan je dat volhouden als die VZW's geen leden meer hebben en als die VZW's worden beschouwd,
Het is niet terecht, maar ze worden beschouwd als de meest corrupte instelling van het land. Overal in het Westen, overal in het Westen, die cijfers van Transparency International zijn ongelooflijk, overal in het Westen worden politieke partijen beschouwd als de meest corrupte instelling van het land. In België gaat het om 67% van de bevolking. In Noorwegen, 41% van de bevolking beschouwt politieke partijen als de corrupt of zeer corrupt. Dat is 41%, valt nog mee, maar het is nog altijd wordt beschouwd als de meest corrupte instelling van Noorwegen. In Frankrijk 70%, in Spanje 80%, in Griekenland meer dan 90%. Het gaat over de belangrijkste spelers van onze democratie. Maar dan is er echt serieus iets mis. Ja, want als wij iets willen veranderen met elkaar, ja. En dat is ook de vraag van Joy Mann. Joy, waar zit je? Alle naar de tandarts, zou ik zeggen. Als die verandering die wij willen, hè, die democratische vernieuwing, vanuit de politiek moet komen, hoe gaat dat in godsnaam dan gebeuren als daar zoveel wantrouwen tegen is en ze zichzelf moeten gaan hervormen? Joy, kan jij nog je vraag een beetje toelichten? Ga even staan. Ja, ik heb meerdere vragen opgeschreven, dus ik ging even opzoeken welke vraag het is. Ja, want ik vroeg me dan af, wat zouden dan de gevolgen als deze veranderingen... Want het ging erom dat als politici zelf niet de transformatie in gang zetten, dan zou de verandering van buitenaf komen. En partijen hebben er belang bij om het systeem aan te passen. Ja. Dat is wat... ik citeer dat even. En wat zijn dan de gevolgen als deze veranderingen dan van buitenaf zouden komen? Ja. Wel, die veranderingen komen nu vooral van buitenaf. Het feit dat we hier zitten is meer een initiatief van burgers dan van politieke partijen. Je zou politieke partijen voor een stuk kunnen vergelijken met de Franse aristocratie rond 1780. In die zin dat het diegenen zijn die nu disproportioneel veel macht hebben en dat er gemor begint te ontstaan. En ik denk niet dat politieke partijen er goed aan doen om te handelen zoals de Franse hertogen en markiezen en baronnen van destijds. Ik vrees dat... Ik wil niet populistisch klinken, ook al heb ik een boek geschreven met als titel Pleidooi voor populisme. Maar ik vrees grote maatschappelijke onrust, waarvan kiesverzuim op dit ogenblik nog maar een zeer rustige blijk van onvrede is. Op dit ogenblik staken. Ik bedoel, niet gaan stemmen vind ik een vorm van soort democratisch staken. En ik denk dat het heel simpel is. Ik hoop dat de democratie zal vernieuwd worden voor de clash. En ik denk niet dat Nederland het eerste land is waar de clash zal ontstaan. Maar dat er... Kijk, in Frankrijk, ik praat ook met democratische vernieuwers in Frankrijk, die zeggen al van, hier is het. De Franse democratie is veel aristocratischer, maar echt veel aristocratischer dan de Nederlandse en dan de Belgische. Dat is echt een aristocratie in zekere zin. Een electieve aristocratie. En de Franse democratische vernieuwers die ik spreek, zeggen mij van, wij proberen de clash niet meer te vermijden. Wij bereiden ons voor op de fase na de clash. We zijn gewoon... Echt waar, het wordt serieus gezegd. We wachten op de bom en daarna dan beginnen we opnieuw. 70% van de Fransen, en het is inmiddels nog toegenomen, Hollande heeft op dit ogenblik 13% gunst van de burger achter zich. Geen enkele Franse president heeft zo weinig vertrouwen genoten. Het ligt niet aan Hollande zelf. Hè. Sarkozy was de eerste president van de Vijfde Republiek die geen tweede termijn heeft kunnen doen. Normaal heb je zoiets als men noemt de incumbency effect. Het voordeel van de zittende president... Die heeft een voorbeeld verkiezing, dat is volledig voorbij. Zittende regering worden afgestraft. En dus ik denk, dus in Frankrijk hoopt men. Men bereidt zich voor op de fase na de clash. Vond het hallucinant. Ik ben wel even benieuwd hoe dat nu in Utrecht zit. Want ik heb volgens mij zitten er een aantal raadsleden hier die misschien wel met kromme tenen of enorme eagerness zitten van ik wil hier toch wel even ook iets tegenover zetten. Wie mag ik van de raadsleden even het woord geven? Iemand. Klaas even. Carina, kun jij de microfoon aan Klaas verschuren? Hier. Ze moet even omlopen. Komt naar je toe, Klaas. Ik kom zo bij jou. Dankjewel, Boukje.
Ja, het is niet voor niks dat we zijn begonnen met stadsgesprekken in Utrecht rondom de coalitieonderhandelingen. Ik onderschrijf het, is ook een zorg van ons, was ook van mij. Juist om, en wij, ik moet je eerlijk zeggen, het voelt ook wel een beetje als springen in het diepe, zonder dat je weet waar je precies eindigt. Want in die zin, het is, ik moet ook bij mijn collega raadsleden en andere politieke partijen behoorlijk wat vrees en weerstand moeten overwinnen om überhaupt tijdens coalitieonderhandelingen zoiets te organiseren als stadsgesprek. Dat hebben we overigens ook in hele korte tijd gedaan en je kan er allerlei dingen nog, die ik zou het misschien nu nog weer anders doen dan dat we naartoe hebben gedaan. En ik hoop ook dat je straks als je naar het college gaat ze ook goed opstookt, zeg maar, om er ook mee verder te gaan vanuit het college. Maar vanuit de raad wil ik dat in ieder geval blijven doen. Ja. En wat ik wel merk, zeg maar, als een zorg, die is net ook al wel aangestipt, is er van hoe zit het met legitimiteit, hoe zit het ook met mandaat. Waar ik vanuit de raad in ieder geval zie, als ik dit pleidooi hou om in een heel vroegtijdig stadium in beleidsvorming het gesprek aan te gaan, dat heel veel raadsleden zoiets hebben van ja, maar ik ben ook gekozen op een verkiezingsprogramma. Ik heb ook een aantal parameters daarin gezet. Hoe verhoudt het ene zich nou ten opzichte van het andere? Ja, waar ben ik nog van als het volk zichzelf vertegenwoordigt? Nou, een beetje ongeveer dat. Even om even vanuit ons een vraag te stellen. En ja, de andere, en die is misschien wat opener en misschien ook een beetje, maar ik zou hem toch wel graag willen. Wat kan je mij nog als advies meegeven om de weerstand hiertegen onder politici? Wat te zalven, zeg maar. Wat te verlichten. Ja. Dat is de grote uitdaging vandaag. Hoe trek je mensen mee in het bad? En als persoonlijke getuigenis kan ik ook zelf zeggen dat ik die schrik ook begrijp. Met de G1000 in België hadden wij beslist dat het niet aan ons was om de agenda op te stellen. We vonden dat zo'n belangrijke daad door burgers moest gebeuren. Er waren een paar duizend ideeën binnengekomen via de website. Die werden geclusterd tot 25 prioriteiten, die werden gestemd. Wat komt er als eerste prioriteit uit naar voren? Migratie. Ja, ik heb niet goed geslapen die nacht. Ik dacht van, in volle crisis, waar het ging over het communautaire, de ruzies tussen Vlamingen en Walen, ik had gehoopt dat het daarover zou gaan. Ik had gehoopt dat het over talenkennis zou gaan. Ik had gehoopt dat het over democratie zou gaan. En de burger was een op het moment dat de rechtsradicale partijen in de touwen lagen, Vlaams Belang deed het niet goed, wordt er ineens migratie bovenaan de agenda geplaatst. En ik vreesde al dat de bruine walmen tussen de kieren van onze vergaderzaal naar boven zouden komen. En ik sprak met onze procesbegeleider en die zei mij, van iemand die dit al jaren doet, ik krijg veel methodologische vragen van deze zaal, merk ik. Dat betekent dat jullie een stap verder staan. Ik ben zelf meer denker over democratie dan methodoloog of procesbegeleider. Maar ik kan wel zeggen wat de hoofdprocesbegeleiding van de G1000 mij vertelde. David, trust the people, trust the process. En moment dat we daar in die grote zaal, het was ook zo'n post-industrieel complex zoals hier, die enorme zaal, 4000 vierkante meter, en dan zie je op die grote schermen wat de burgers gestemd hebben over migratie. En ik stond daar, camera's dan op mij gericht, televisiecamera's. Ja, dat is wel. En uiteindelijk komen daar, kijk, er kwamen eigenlijk alleen maar verstandige suggesties uit. Er kwam daar geen enkele suggestie uit. Ik denk van dat is onverdedigbaar. Niemand. Geen enkele suggestie van alle grenzen dicht, iedereen buiten, of alle grenzen open, iedereen binnen. Weet je, het is een samenleving die spreekt. Dat wil zeggen, dat is een veelzijdige stem die je hoort. En het is een samenleving die vooral met elkaar in gesprek is moeten gaan. En dan zie je, kijk, aan één van de tafels in de G1000 zaten alleen maar blanken. En mensen mochten in het begin emotioneel zeggen hoe ze zich voelden bij het Vlaams of het Belgisch migratiebeleid. En zegt de Franstalige vrouw, ik vind het verschrikkelijk, al die profiteurs die hier komen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En zegt de blanke man naast haar, ja, mevrouw, ik heb u beluisterd. Ik was een van die profiteurs, ik ben wit-Rus, maar ik ben hier al 10 jaar en ik was hier 10 jaar illegaal. Aan het eind van de dag hebben ze e-mailadressen uitgewisseld. Dus ja, dat gebeurt ook. Moet ik het straks zeggen om 12 uur? Trust the people, trust the process. Het zal niet genoeg zeker, zijn, zeker, zeker. Ja. Klaas, wil je nog even reageren? Ja, nou, heel herkenbaar, ik bedoel, in het stadsgesprek wat wij hadden, was ik merkte ook dat bij veel collega's van mij best wel wat scepsis was. Van, nou ja,
Dan komen er allemaal mensen en die gaan alleen maar vertellen wat er allemaal vreselijk mis is in de stad. Mm-hmm. En die gaan alleen maar, nou ja, weet je, we gaan hel en verdoemenis dingen en het deugt niet en het komt toch niet. Wat mijn ervaring die dag was, was dat het juist, er kwam heel veel energie los met heel veel initiatieven en ideeën die voor in ieder geval voor mij een heleboel ook nieuw waren. En het is wel vervolgens heel belangrijk hoe wij als raad en hoe wij als overheid, zeg maar, gemeentevertegenwoordigers, ook die initiatieven nou ook verder gaan brengen. Ja. De follow-up daarvan gaan organiseren. Want anders dan heb je je eigen teleurstelling, zeg maar, echt al georganiseerd. Maar dat, nou ja, dus in die zin, ik en de laatste vraag, als je het goed vindt, Boukje, is wat ik wel merk, en dat is een andere, maar die is voor straks misschien om mee te nemen, is dat ik merk aan wethouders dat die ook gaan worstelen hiermee. Ja. Want die hebben zoiets van, wij als raad, volksvertegenwoordigers hebben nog een andere weerpositie, denk ik, dan dat wethouders dat straks hebben. En misschien ambtenaren. Over van, ja, we hebben toch kaders in een verkiezingsprogramma. We hebben toch dingen en ik moet toch ergens ook op afgerekend worden. Want over 4 jaar dan moet ik een succesvol bestuurder zijn geweest. Ja. En als ik nou dat in handen leg van, hoe voorkom ik nou dat ik straks niet een resultaat heb? Ja. Ja, het is het resultaat van het volk en niet van jouw specifieke positie. Kan je daar nog iets op zeggen? Oh ja, ik denk zoals het belangrijk is om te luisteren naar de grieven van burgers en de zorgen van burgers, is het eigenlijk ook heel nuttig om te luisteren naar zorgen van bestuurders. Van het verlangen om een concreet resultaat te kunnen voorleggen. Zou het niet sneller gaan als ik het alleen deed? Is die omweg wel nodig? Ik snap die vrees zeer goed. Ik denk de beste manier om het misschien weg te nemen is dan toch nog een beetje droogzwemmen of ergens... En mensen er werkelijk zelf ook bij betrekken. Maar het is werkelijk de grote uitdaging van de toekomst. Hoe kan je degene die vandaag de macht hebben... Kijk, macht wordt eigenlijk nooit vrijwillig afgestaan. Tenzij men ertoe gedwongen wordt. Maar ertoe gedwongen worden, dat begint al snel op de Bastille te gelijken. En ik denk niet dat dat een goed argument is om straks om 12 uur te brengen. Ik wil ook niet een soort alarmistisch verhaal vertellen. Maar ik denk zelfs dat je eigenlijk je gezag kan vergroten als je vandaag een beetje van je macht loslaat. Ja, dat raakt ook aan jouw stellingen. Die ga ik gebruiken, die valt hier wel goed gevoelig. Het niet weten was een teken van geloofwaardigheid, zei je net ook. Ik heb nog 2 mensen die daar iets willen zeggen. Even achterin met de geel-groene trui. Ja, mijn naam is... Fati, ik ben gewoon als betrokken Utrechter. Ja. Alleen ik kende u niet. Als ik niet geloot werd, zou ik ook vandaag niet komen. Ja. Heel eerlijk gezegd, dat was net als postcode loterij. Ik dacht van, nou, ik ben er gekozen. Ja. Misschien krijg ik ook iets leuks te horen. Maar wat ik wel heel jammer vind, van deze zaal ook, er zijn heel veel ambtenaren, heel veel betrokken burgers. Ik denk dat er ook in Utrecht heel veel kwetsbare ouderen van allochtonische afkomst, ook met name, zijn die eigenlijk de afkeer van de politiek en ook van de democratie hebben. En waar we dus eigenlijk die mensen ook aan tafel moeten hebben om ze eigenlijk mee te nemen. Ja. Dus mijn vraag aan u is van als je dus gaat loten of bepaalde groepen bij elkaar gaat zitten, denk ik dat die ballenbak waar we eruit moeten halen ook mensen moeten zijn, echt vanuit de stad, die eigenlijk misschien heel moeilijk hebben. Ja. Maar dat ze dus eigenlijk ook het geloof moeten terugkrijgen van, je bent ook een Utrechter in de stad. Absoluut. Ongeacht wie je bent. Dus in dat opzicht is mijn vraag aan u van, dit is een eerste stap misschien, of de 10e stap. Maar hoe moet de gemeenteambtenaren hier, de politiek, hiermee omgaan om te zeggen van, nou, we hebben dan 100 mensen hier in de zaal, maar dan ben ik misschien de enige die dan eigenlijk wel betrokken voelt vanuit Utrecht, maar toch uitgeloot bent. Dan denk ik, dan is dat misschien 99 tegen 1, hoef ik niet te zeggen. Maar het is wel van dat je dus een representatieve bevolkingsgroep in de stad eigenlijk ook moet meenemen om die vertrouwdheid, want ik vertrouw de ambtenaren, ook de politiek. Ja. Alleen die gevoel moet je eigenlijk ook, denk ik, teruggeven, ongeacht of ze mijn advies meenemen of niet. Ja. Goed punt. Dat moet mij niet. Ja, ik ben het daar eigenlijk volledig mee eens. Dat gaat over de samenstelling van je burgerpanel. En dat moet zo divers mogelijk zijn en zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van uw samenleving zijn. Er is iets raars, hè? We noemen onszelf allemaal democraat. Maar als we dan werkelijk kijken, als puntje bij paaltje komt, zit daar heel vaak nog een elitair element in. Trouwens, het woord elections en elite hebben dezelfde etymologische oorsprong. Het zijn de uitverkorenen.
letterlijk de uitgelezenen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben het er echt helemaal mee eens. Ik denk dat het van belang is voor... ik denk dat het belang is dat die ballenbak zo groot en zo divers en zo gekleurd mogelijk genoeg is. En ik heb dus zelf verteld bij onze G1000 dat sommige ballen ietsje groter waren, omdat er veel te weinig van waren, omdat ze moeilijk te vinden waren. En dus dat is een methodologische zaak van hoe zorg je ervoor dat die diversiteit gegarandeerd is. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, ja. Nee, dank je wel. En dan? Bijvoorbeeld als er dus 1000 mensen worden gekozen, of net als vandaag, en dan komt er een advies uit, of een conclusie uit, maar het is dus niet eigenlijk de antwoord van de samenleving. Dus dan heb je nog steeds de afkeer dat mensen niet gaan stemmen. Ja. Hoe ga je dat te werk stellen? Ja. Wel, dat is wat nu in het huidige bestel vaak gebeurt. Hè. Er is een onderzoek gepubliceerd van Princeton. Toch niet echt een groepuscule in een duister café. De Universiteit van Princeton heeft een rapport geplaatst met als titel dat de Amerikaanse overheid, dat Amerika niet langer een echte democratie is. Men heeft de voorkeuren van een dwarsdoorsnede van de bevolking gelegd naast die van de overheid en naast die van het bedrijfsleven. En het bleek dat die van het bedrijfsleven en overheid heel erg veel met elkaar overlapten en maar heel weinig met wat de burgerbevolking zelf wou. Ik vat het nu een beetje heel sumier samen. Ja, dat zijn nogal drastische vaststellingen. Dus het probleem dat je signaleert als een mogelijk probleem, is nu wellicht het grootste probleem. Dat die democratie niet meer speelt namens de bevolking, maar zeker in een Amerikaanse democratie, een democratie zoals de Amerikaanse, die gefinancierd is, waar de campagnes gefinancierd zijn door het bedrijfsleven, daar zie je helemaal hoe die volksvertegenwoordiging niet meer spreekt namens het volk. Dus ik denk dat elke stap om daar iets aan te doen, een stap vooruit kan zijn. En het gaat niet meteen perfect, maar elke stap is ik krijg vaak de opmerking, maar dit is een probleem en dit is een probleem en dit kan mogelijk... Ja, dat is waar. Hetgeen wat ik voorstel bevat haken en ogen. Maar het is er mij niet om te doen om een perfecte democratie te realiseren. Het gaat er alleen om de democratie die er nu is, ietsje beter te maken. Wat dat betreft ben ik een Popperiaan. Ja. Heel mooi. Jij wou nog wat zeggen. De microfoon komt naar je toe. Ja, hallo. Ik ben Robert de Vriezen uit Rotterdam en ik heb een antwoord van hoop enigszins op de vraag van hoe trek je ze in het bad, politici en bestuurders. In Rotterdam is de deelgemeente een lokaal gebied in Delfshaven vervangen door een gebiedscommissie. En die window of opportunity die hebben wij Delfshaven, een club mensen die bij elkaar zijn gaan zitten met potverdomme, we kunnen het ook zelf doen, want die ruimte werd geboden. Ja. Zijn we als een soort, niet ideologische, maar dialogische club, hebben we onderzocht wat de macht van burgerkracht is. Ja. En we hebben daar in 3 maanden, hebben we 2 maanden campagne gevoerd. En van de 70.000 mensen hebben 40% gestemd. En 2.185 mensen hebben op ons gestemd. Waarmee we nu met 2 zetels van de 15 in een lokaal bestuur zitten. Ja. En ik denk, als je je afvraagt, hoe kun je politici meenemen? Wij komen daar nu ook mee in aanraking. Dus wij zien die gasten ook zo lopen en hun bepaalde dingen doen. Die zijn gewend om dingen, stukken te lezen en ja of nee te zeggen. En wij zijn veel meer van de toedemocratie. Wij doen ook dingen. Wij organiseren samen, schouder aan schouder met bewoners organiseren we dingen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat voorbeeld laat zien. Dus dat je ook daar jezelf manifesteert als burgerbeweging. En je ook door gewoon het voorbeeld te geven van hoe je op een normale manier gewoon met mensen gaat praten. Dus dat je niet een subsidie aanvraagt, sorry, we gaan hem niet honoreren. Maar dat je gewoon het gesprek aangaat met die manier van oké, prima, hij is nu niet goed die aanvraag, maar hoe kunnen we hem wel beter krijgen? Dus op die manier kun je laten zien, ook door te programmeren, te organiseren, mensen erbij te betrekken en niet in achterafzaaltjes een slecht gecommuniceerd een berichtje achter te laten, maar goed communiceren, goed vertellen wat je aan het doen bent. Gewoon, dat is heel simpel, vertel wat je doet en dan kom je heel ver. Ja. Heel mooi voorbeeld uit Rotterdam. Het zijn niet de enigen die hiermee bezig zijn, gelukkig. Ik denk dat het heel simpel is, hè. Ofwel zet een politieke partij de deur zelf open, ofwel wordt die van buitenaf ingebeukt, denk ik. En het is gebeurd in Italië, waar dus die beweging, die 5-sterrenbeweging van Beppe Grillo, plotseling hoeveel? Een kwart van de stemmen ging ophalen. Een tijd lang virtueel de Piratenpartij was een tijd lang de derde grootste partij van Duitsland. Dus je ziet, dat zijn de manieren die nog op een partij proberen te vormen vanuit die onvrede. Het lukt vaak niet altijd, omdat het hele mediatieke buitengewoon vermoeiend is voor de Piraten en de 5-sterrenbeweging. Maar in Frankrijk is er nu een gemeente waar politieke partijen de deur niet hadden willen openzetten. En de hele gemeenteraad is aan de kant geveegd door een alternatieve, een gelijkaardige
politieke beweging zoals degene die net besproken werd in Rotterdam. Het is een klein dorpje in de Rhônevallei, wordt op dit ogenblik integraal bestuurd door een soort direct democratische partij. Ja. Het kan dus en het gebeurt ook. En dat maar de vraag is of het moet willen. De vraag is of je het moet willen, ja. Of je het op die manier moet willen. Kijk, misschien is dat tijdelijk nodig. De groene, het belang voor klimaatzorg was vanaf de jaren 70 ook, of vanaf de jaren 60 ook, een zorg van een klein partijtje dat groter en groter geworden is. Op dit ogenblik zal je toch je best moeten doen om politieke partijen te vinden die niet geloven, die niet erover van overtuigd zijn dat er misschien wel een probleem is met het klimaat. Dus wat dat betreft zie je wel dat het een tijd kan duren, dat zo'n partij zijn nut kan hebben in het opzwepen van een politiek bewustzijn over een bepaald onderwerp. Maar ik weet niet of we zoveel tijd hebben als het gaat over democratische vernieuwing. Ja, een van de punten die jij ook maakt is van, nou, laten we niet te veel meer uitstellen, niet nog meer onderzoeken doen en niet nog een keer er 60 keer over hebben met elkaar, maar laten we het vooral doen. Nou wil ik nog even, nu die er nog is, even jullie nog één kans geven van, zijn er nou nog beren op de weg of dingen waarvan je echt zegt van ja, dat weerhoudt ons nou in Utrecht om die volgende stap te zetten naar het doen. Ik zie een hand, ja? Wat op de weg? Beren op de weg. Beren? Dus, ja, ken je die niet? Beren van die grote grizzlies, waardoor je niet rechtdoor durft. Ik ga straks dus lunchen met beren op de weg. Nou, je hebt ze in allerlei soorten en maten. Misschien zijn het wel gewoon wasbeertjes straks. Maar vertel, wie ben je? Hallo, ik ben Mariangela De Lorenzo, Utrechter. Ik heb eigenlijk twee korte vragen. Eén gaat over de organisatie. Ik schrok heel erg toen ik hier binnenkwam. Als ik kijk naar de doelgroep mensen die hier zit, lijkt hij mij grotendeels uniform. En daarmee bedoel ik dat 80% voor mijn gevoel over één kam te scharen valt. En dus ik ben heel nieuwsgierig hoeveel mensen daadwerkelijk uitgenodigd zijn om te participeren in die loting. Maar die vraag kan ik misschien zo meteen aan iemand anders. Ja, die kan Marten zo even aan. Alle Utrechters. En hoe zijn die mensen, mag ik daar zo meteen anders aan jou vragen, want dat is misschien niet centraal. Ja, kunnen we zo nog even over doorpraten. Waar ik vervolgens nieuwsgierig over ben, is hoe faciliteer je een gesprek dat uiteindelijk niet afhankelijk is van de retorisch sterkere onder ons. Dus op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, ik ben zelf hier in Utrecht geboren en getogen, ik heb een gymnasium gedaan, ik heb een universitaire opleiding gedaan. En pas vanaf het moment dat ik les ging geven op een ROC in Overvecht, realiseerde ik me dat het heel moeilijk is soms om met elkaar in gesprek te gaan. En dat op het moment dat je zelf retorisch sterk onderbouwd bent, dat de kans, het gevaar erin zit dat je een ander overheerst. Hoe stimuleer je dat? Of hoe faciliteer je dat? Het is een klassieke vraag uit de deliberatieve democratie. Hoe ga je om met ongelijke competenties? Dat kunnen talige competenties zijn. Dat kunnen ook competenties op vlak van informatie zijn. Maar je ziet in de praktijk, zie je dit, zitten er procesbegeleiders in de zaal of niet? Zijn er mensen die... je bent zelf procesbegeleider. Ja. Van beroep, en, ja, meerdere. Ik ben altijd onder de indruk over hoe mensen erin slagen om eigenlijk door een heel goed script ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt. En bij de G1000 bijvoorbeeld, vooral bij de G32, ook bij de G1000 zelf, werd het groepje waarin werd gewerkt, 10 of bij de G1032, werd voortdurend onderverdeeld in kleine groepjes. Maar die groepjes wisselden voortdurend van samenstelling. Heel vaak moesten mensen met z'n tweeën samenwerken of met z'n drieën. Waardoor de haantje de voorste van een gezelschap veel minder te zeggen krijgt. Hij krijgt niet het volle forum, omdat het forum voortdurend in stukjes wordt gehakt. En ik heb één keer ook meegemaakt dat iemand die zo dominant aanwezig was, door de groep zelf werd teruggefloten. Dus op een klassieke inspraakavond over de heraanleg van de stoep in de straat zou zo iemand de hele avond naar zijn hand zetten. Ik zeg zijn, omdat het toch meestal een man betreft. En die werd echt teruggefloten door de groep. En dat was voor hem heel confronterend. En uiteindelijk heeft hij zich herpakt en heeft hij een houding aangenomen die hem wellicht veel meer inspraak heeft gegeven dan zijn permanent opeisen van het woord in de beginfase. Ik vind dat wel interessant. Er wordt ook veel echt empirisch onderzoek naar gedaan. Hè. Het zijn echt fascinerende tijden. Dit denken over democratie is begonnen met Habermas, die al in de jaren 50, 60 hiervoor pleitte. Habermas had het ongeveer in zijn studeerkamer bedacht. En nu wordt er empirisch onderzoek gedaan van hoe ontstaat er consensus. En een van de gevaren is niet zozeer
het niet vinden van oplossingen. Een van de gevaren is dat consensus te snel wordt gevonden. En dus het belang van een advocaat van de duivel. Kijk, vaak zijn mensen die aan zo'n tafel zitten ook gedacht, ach ja, kom, laat maar doen. Het is een soort, men wil niet de vervelende van de club zijn. En dan zie je hoe belangrijk het is dat er iemand advocaat van de duivel kan spelen om een groep naar een volgend niveau te tillen enzovoort. Ik vind het spannend om te zien dat daar nu onderzoek naar gebeurt. Zit er een advocaat van de duivel nog in de zaal? Iemand die dit nou een uur, anderhalf uur heeft aangehoord en denkt, ik denk daar toch echt heel, heel anders over. Dat zou toch wel leuk zijn. Achterin, ja, gelukkig. Zeg even wie je bent, sta nog heel even op. Mijn naam is Eduard Jong. Ik ben af en toe wel eens professorbegeleider geweest. Dus maar op die kwaliteit, daar praat ik nu niet in. Ik heb naar u geluisterd. U heeft gezegd over de politieke partijen als de meest corrupte instellingen die in bepaalde landen aanwezig zijn. Nou, daar kan ik me wel een klein beetje in vinden. Maar de gepercipieerde corruptie. Ja, maar je moet ook niet doorslaan. Maar wat wel natuurlijk zo is, is dat de huidige politieke partijen worden gekenmerkt door machtshonger, anderen zeggen machtsgeilheid. En in die macht, die staan ze niet zomaar af. Ja. Dus de groep die hier nu zit, 100 mensen, nou het zijn er 43 en nog een keer 14. Ik ben reuze benieuwd wat aan het einde, wat over een paar minuten zal zijn, of die ene 43 met die andere 43 in gesprek komen. Ik heb niet een aanduiding dat ik dat zie gebeuren. En over die andere 14, daar heb ik net al iets over gezegd. Ja. Dus gaat er wel een echte dialoog plaatsvinden? Ja, komt het van de grond? En vooral ook, welke garanties kunt u bieden dat deze bijeenkomst niet een vrijblijvende sessie is? De zoveelste brainstorm-sessie, waar het erg gezellig was en de koffie was goed en de broodjes waren lekker. Ik weet niet of die trouwens nog komen. En daarna iedereen deed zijn plas en alles ging door zoals het was. Ja, dat is inderdaad. Goed punt. Hoe moeten wij hier nou mee verder? Als ik daarnet zei, ik krijg heel vaak uitnodigingen om te gaan spreken. Er lijkt een soort omgekeerd evenredige verhouding tussen de goesting om over nieuwe democratie te praten en het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan. Dat valt me heel erg op. Er wordt vandaag droog gezwommen alsof we het kanaal aan het oversteken zijn. Het is heel indrukwekkend wat dat betreft. Hoe zorg je ervoor dat het niet automatisch stilvalt na een interessante, hopelijk voor u ook interessante sessie met hopelijk ook interessante broodjes? Wel, ik denk het feit dat hier sowieso dit publiek gemengd is, lijkt mij erg relevant. Het feit dat er straks met het college wordt gesproken, lijkt mij relevant. En ik zie dit allemaal toch als onderdeel van een grote trage beweging. Ik heb grote idealen, maar ik heb ook geduld. En dat betekent dat ik ik heb ook een vorm van pragmatiek in zekere zin. Ik had eerlijk gezegd, toen we 3 jaar geleden met de G1000 in België van start gingen, niet gedacht dat we vandaag al zouden staan waar we staan. En het is echt in een stroomversnelling gekomen. Gaat het morgen allemaal anders zijn? Nee. Maar zonder vandaag zou morgen overmorgen geweest zijn. En dus we brengen de toekomst een stuk dichterbij. En kijk, ik denk dat mijn boek 30 jaar te vroeg verschenen is. Maar zonder mijn boek was het 50 jaar te vroeg. Dus we verkorten de toekomst. En dat is deel van de strijd. Ik laat het nu een beetje heroïsch klinken, maar dit gaat over een transformatie. En ik vind het zelf belangrijk dat die transformatie rustig kan verlopen. Eigenlijk, al hetgeen wat ik bepleit, is een pleidooi voor een soort vreedzaamheid. Het woord vrede is totaal verboden geworden. Ik snap waarom men eind de 18e eeuw heeft gekozen voor verkiezingen. Dat was wellicht de beste manier om een soort sociale onvrede min of meer in te dijken. Het is niet helemaal gelukt, maar goed, na verloop van tijd wel. Maar vandaag vasthouden aan verkiezingen lijkt mij de beste garantie om die onvrede groter te maken. En dus ik geloof nog altijd dat democratie een interessant bestel is, omdat het erin slaagt om onvrede te kanaliseren. Democratie gaat niet over het oplossen van conflict, het gaat over het leren leven met conflict. Dat betekent leren leven met ieder zijn eigen beetje ongeluk. Democratie is niet bedoeld om ons gelukkig te maken. Hè. Het is ons bedoeld om ons allemaal een beetje ongelukkig te maken en ons daar niet al te ongelukkig over te voelen. En dus ik ben bezig met iedereen een beetje te leren leven met zijn ongeluk. Voilà. Nou, dat is toch een troostrijke gedachte. Met elkaar hebben we vandaag in ieder geval de toekomst een beetje verkort.
We zijn niet bij nul begonnen en we zijn ook nog lang niet klaar. Er zijn al allerlei dialogen gaande, soms op initiatief van de gemeente, van het college. Soms gewoon op initiatief van de stad. Dit is gelukkig een stad waar enorm veel mensen zich voor in willen zetten. Hier bij Utrecht, maar ook in Cartesius, bij Vechtclub XL, de ruimtemakers. Op allerlei plekken vinden we elkaar, Metaalkathedraal. We hebben allemaal plekken waar we eigenlijk al die doe-democratie proberen vorm te geven. En dan noem ik er ook nog een heleboel niet. Gelukkig is Utrecht een stad waarin die wij samen maken. Dat gevoel zit er al heel sterk in. 1 december wil ik jullie in ieder geval alvast allemaal uitnodigen om bij het nieuwe Utrecht Maken We Samen festival te zijn. In het nieuwe stadskantoor, waar ze aanstaande maandag, zeg ik, volgende week maandag intrekken. Dus gloednieuw. Ook een plek waar die dialoog verder gestalte krijgt. Nou, jij gaat zo dadelijk het college nog eventjes wat dingen meegeven. Of het nou beren, wasberen, grizzlies zijn, dat zul je wel merken. Maar Boukje, die verschillende organisaties, dat is geweldig. Maar werken die ook samen of gedragen ze eerder als politieke partijen die elkaar moeten beconcurreren om subsidies binnen te halen, projecten te realiseren? Hey, ik denk dat Utrecht inderdaad ver staat, maar het zou jammer zijn dat er geen bundeling van die krachten ontstaat. Nou, dat is een oproep die we onszelf in ieder geval ter harte mogen nemen. Heel mooi. Dat is denk ik ook een vraagstuk waar we allemaal voor staan. Van hoe zorg je nou dat al die geledingen elkaar blijven vinden en je echt samen dat aangaat. En niet alleen stad, gemeente, maar juist ook gemeente en die stad en de politiek daarbij. Ik zit nog even te kijken of ik nog iets anders moet zeggen. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. En ik hoop dat jullie dit een spannende discussie vonden. In ieder geval een heel groot applaus voor jou, David. Dank je. Dank je wel.